Scouting. Wie kent het nou niet? Maar wat doen ze eigenlijk? Is het meer dan alleen kampvuur, lange wandeltochten, knopen leggen? Vandaag is het open dag bij Scouting Jubam om de jeugd kennis te laten maken met de vele activiteiten die ze voor hen organiseren. Ja, Wim, eigenlijk al bijna 50 jaar Scouting Jubam. Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk? Wij hebben zo'n 45 jeugdleden. En die zijn onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. In de categorie van 4 tot 6 jaar hebben we bevers. Dan 7 tot 11 zijn de welpen. 11 tot 15 zijn de scouts. En daarna 15 tot 18 jaar zijn de explorers. Na de explorers komen pivo's en leiding. Dat is de 18 plus groep. En wat organiseer je eigenlijk allemaal voor bij de scouting? Wij hebben verschillende kampen. Een groot gezamenlijk kamp aan het begin van het speljaar, dus in begin september. Maar al onze speltakken, die ik dus juist genoemd heb, gaan ook door het jaar op eigen weekenden en draaien wekelijks hun groep hier op de blokkers. Ja, en dan vandaag open dag. Met welk doel is dat? Dat is het doel om de mensen naar onze blokken te krijgen, te laten zien hoe leuk scouting is en er met z'n allen een mooie dag van te maken. En hoe belangrijk is scouting eigenlijk? Scouting combineert eigenlijk zoveel mooie elementen van buiten zijn, samenwerken, teamverband en uitdaging. En dat is een ontzettend waardevol goed voor kinderen in de opvoeding, in de groei. Ja, dat er nog meer is dan alleen een telefoon. Dat er meer is dan die digitale wereld, maar dat er ook veel buiten gebeurt. En door samen te werken en echt te verbinden met elkaar. Hartstikke leuk. Dankjewel. Mag ik van jou een stempelkaart? Ja, maar natuurlijk. Alsjeblieft. Veel succes. Ja, Femke, wat is nou eigenlijk de bedoeling vandaag? Ja, de bedoeling is eigenlijk de kinderen die hier komen, die kunnen een stempelkaart komen halen. En op die stempelkaart hebben wij eigenlijk alle activiteiten en spellen staan die wij vandaag voor de kinderen, maar ook voor ouders en andere mensen doen. Die stempelkaart die kunnen ze volgen, maar ze kunnen ook eigenlijk alle spellen gewoon door elkaar heen doen. Als ze dat gedaan hebben, dan krijgen ze een stempel. Is de kaart vol, dan kunnen ze terugkomen bij ons en krijgen ze iets lekkers mee vanuit scouting. Het is natuurlijk wel zo dat als een kindje iets spannend vindt, dat ze dan ook even mogen kijken en dan krijgen ze daar ook natuurlijk een stempel voor. Ja. Ja, Femke, wat voor activiteiten hebben jullie vandaag te bieden? Nou ja, we hebben eigenlijk voor iedere leeftijd wel een activiteit te bieden. Zo hebben we tafelvuur waarop frikandellen gebakken kunnen worden. We hebben onze klimwand. De rechter is makkelijk. Ja? Brievenbusspel. Brievenbusspel? Ja, brievenbusspel. Dat is echt wel voor de kinderen, zeg maar, in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Nou, iedereen kan het doen. Maar brievenbusspel moeten ze echt over het terrein heen pakketjes, zeg maar, ophalen. Ja, dat zeg maar. En dan hebben we natuurlijk onze stormbaan. Eén, ja. Kijk, Nelen, zo. Nou, we net stormbaan gedaan. Hoe ging het? Goed. En hoe heb je dat gedaan? Door toch snel te zijn. En was dat moeilijk of heb je het ooit vaker gedaan? Dat was makkelijk. Kraak de kluis. Dan moeten ze echt een kluis gaan kraken. Dus van allerlei dingen te doen. Jenga, daar kennen jullie wel uit. Jenga XL, grote blokken. Waar kinderen de blokjes zeg maar tussenuit moeten duwen en weer een grotere toren van moeten maken. Dan mag je hem bovenop leggen. Ja, maar ik. Ja, die blijft staan. Stoer. Hij blijft staat er iets op? Ja. Freek Vonk. Kennen jullie Freek Vonk? Ja. Ja? En waarom denk je dat er Freek Vonk op staat?
Freek Vonk is de ambassadeur van de scouting. Die heeft zijn eigen scouting blouse, zijn eigen scouting das. Goed zo! Zo, ja, nou, we moeten al met. Voor ik al doe hoofd trekken, vallen, voor ik al zo. En deze weekend thuis van andere dorpjes, die zitten bij de welpen. Mocht ze met de welpen op oude dingen kan. Ik ga hier even op het bankje zitten en dan gaan we bij jullie de toitjes aantrekken. Ja. Die kleintjes pakken. Even uw jas maar even uit. Hey, zojuist de klimwand beklommen. Dat ging supersnel. Hoe heb je dat zo gedaan? Ik heb er ervaring mee, omdat ik het al eerder heb gedaan op school. Dus daarom. Dat is niet moeilijk? Nee. En de abseilen? Dat is ook niet moeilijk. Ja, ik in no time boven met de klimwand. Voor jou ook een makkie of heb je het al vaker gedaan? Gewoon een makkie. Ik heb het 1 keer eerder gedaan. Ja, 3 keer. In Reuzel bij zo'n klimtoren. Die was wel veel hoger. Heb ik ook gewoon helemaal naar boven geklommen. Je klimt wel vaker? Nee, dan niet. Ook niet in een boom ergens? Jawel, wel in bomen hier. Nou kinderen, wat zijn jullie hier allemaal aan het doen? Het brievenbusspel. En het brievenbusspel is? Je hebt hem 10 kaartjes gekregen. Het zijn allemaal rode brieven, soort van brievenbussen. En dan moet je, zit een plaatje op en als je dat plaatje hebt, moet je hem erin stoppen. En dat heb jij al gedaan? Ik moet er nog maar 1. En wat krijg je dan? Als je, ja, eigenlijk niks. Je moet heel je kaart vol hebben. Dan krijg je het. Dan krijg je een cadeautje. Hey, Luc, een tafelvuur, dat is nog iets anders dan een open haard. Hoe heb je dat gemaakt? Nou, we hebben eigenlijk eerst 3 poten en 4 poten gemaakt. Dat tussen balken ingelegd, zand eroverheen gegaan en dan kan je een fik stoken zonder dat het hout in de fik vliegt. Eigenlijk. Vervolgens frikandelletje erboven en smullen, zou ik zeggen. Ja, hartstikke lekker. Ja, zeker. Dat doen jullie vaker? Ja, ja, maar ook met elke zomerkampen doen onze leden doen eigenlijk dit, hetzelfde knopen. Ook met een tafelblad daarachter en dan doen ze dan elke avond hun eten op klaarmaken. Dus 's ochtends doen ze het ontbijt op eten. Ja, geregeld doen we dit. Ja. Eigenlijk gewoon terug naar de basis. Ja, 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 gewoon lekker primitief, lekker simpel. Ook vaak net wel lekker, gewoon de ervaring erbij, dat maakt het gewoon. Ja, en dan nu een lekker stukje kwaliteitsvlees. Ja, 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 verschillende. Van alles doen we. Frikandellen, we doen marshmallows ooit. We doen ooit ook gewoon echt helemaal gewoon echt barbecuen. Een stuk kip aan het spit, eventueel zelfs. Dus van alles en nog wat. Hey, smakelijk eten, kinderen. Dankjewel. En waarom zit jij nou bij de scouting? Ik zocht na school een activiteit om te doen en vrienden zeiden, nou, scouting is leuk, moet je eens een keer proberen. En wat is er nou leuk aan? Ja, het is leuk om buiten te zijn en met, ja, we maken vuur, af en toe een frikandelletje eten. We leren van alles, hoe we met vuur om moeten gaan, hoe we moeten knopen, dus van alles. En op kamp? Kamp ook, ja. We hebben ook dit houten kunstwerk gemaakt, waar we frikandellen op maken. Heeft dus wel even geduurd voor het knopen alleen. Moest ook nog zand halen, duurde wel even. Ja, maar is het leuker dan alleen Donald Duck lezen? Ja, nou wel. Ja. Kraak de kluis, hoe werkt het? Kraak de kluis gebeurt door 3 spellen. We hebben blik gooien. We hebben een bak met modder, daar zitten bepaalde onderdelen in. En we hebben een Zweeds loopspel, er hangen vragen in het bos en die moeten ze op antwoorden en dan krijgen ze de code. De groep van Tabaki bestaat uit 4 leiders. Bagheera, Tavi, Ikki en... Weet ik veel. Tabaki. En met die code? Kunnen ze de kluis kraken en daar zit de stempel in, voorop de stempelkaart. Ja. Nog verder? Naar links.
20. Nou, ben je bij 30? Oh. Ja. Nou, gaan we kijken. Hé. Hey. En dan heb je je stempel. Wat een stempelkaart. Dus hier staat het al. Laat je uitdagen. Kom van de bank en ga lekker buiten spelen. Bij de scouting is van alles te doen. Dat hebben we vandaag kunnen zien.